Goedemiddag allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Mijn naam is Danielle en vandaag is het maandag en ik neem jullie weer mee in mijn leven. En deze vlog begint natuurlijk weer met een lekkere maaltijd die ik ga delen, want het is ondertussen lunchtijd. Dus ik ga jullie laten zien wat ik lekker ga eten. Ik heb een salade gemaakt van spinazie, rauwe spinazie met kiemgroenten. Daaroverheen lekker bieslook en een ons gerookte zalm. En daar heb ik zo een trek in, want ik ben gek op gerookte zalm, maar ik vind het ook ontzettend duur. Maar nu dacht ik van nou, ik ga het gewoon weer eens halen, want ik vind het gewoon super lekker. Ik heb er heel veel trek in. En daarbovenop heb ik een dressing gemaakt van mayonaise met kikkoman. En een beetje sesamzaadjes en knoflook. Dus dat ga ik nu lekker eten. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. En ik doe nu mijn best om heel erg vrolijk te zijn. Maar ik ben eigenlijk strontzagrijnig. Alles vandaag gaat gewoon al ontzettend kut. Mag ik dat zeggen op YouTube? Ik zeg het gewoon. Het gaat ontzettend kut. Alles zit tegen. Eigenlijk begon het vanochtend al met die kutweegschaal. Ja, ik kap er gewoon mee, want het verpest gewoon mijn hele dag. Dat ik echt al ontzettend goed bezig ben heel de week. En dan kom ik 3 kilo aan. Nou, dat kan gewoon niet. Dus die weegschaal zal wel stuk zijn of zo. Ik weet het niet, maar het kan gewoon niet. Dat ga ik niet meer doen. En de rest van de dag, het zit gewoon allemaal tegen. Ik word er helemaal niet goed van. Alles wat ik doe, lukt niet. Of gaat fout. Of het gaat niet zoals ik wil. En ik ben er gewoon helemaal klaar mee. Dus nou, ik hoop dat ik heb al koffie gehad. Hielp ook niet. Dus ik hoop dat het eindelijk vandaag eens een beetje gaat opklaren. Ja, op zich is het wel redelijk weer. Maar dat dat mijn bui een beetje gezelliger wordt. Want hier zit niemand op te wachten. En ik al helemaal niet. Dus wat wilde ik nog meer kwijt? Het is een bijzonder moment op dit moment. Want Jeroen en ik zijn alleen thuis. Allebei de kinderen zitten op school. Isolotte gewoon de hele dag op school. Xardo die moet voor 1 uur naar school. Voor 1 uur tekenen. Ja, nou ja, goed. Leuk voor hem denk ik. Nou ja, ik weet dat hij het helemaal niet leuk vindt. Maar goed, dus dat was dus vanochtend ook wel een irritatiepuntje voor mij. Dat ik denk, nou waarom is dat nodig? Ja, ik weet het gewoon echt niet. Ik ga het straks nog een keer proberen. Misschien ben ik dan weer wat vrolijker. Nou, lekker een lunch gehad. Ik heb hetzelfde gegeten als gisteren, want ik had nog een beetje zalm over. Dus dat was weer super lekker. En als je denkt, waarom zit ze ineens in de BH? Ja, dat komt omdat ik natuurlijk weer morste. Dus er komt er ook nog wel bij. Ik merk dat ik wel ietsje beter begin te voelen. Dus misschien komt het omdat ik gegeten heb. Daar gewoon vrolijk van wordt. Dat zou kunnen. Nu nog even aan het werk. En deze vriend is ook weer uit de kast gehaald. Want ja, hè, bij een pechdag hoort natuurlijk ook weer pijn in je rug. Ik heb vanochtend mijn teennagels gedaan. En ik denk dat ik daarbij weer wat verdraaid heb. Dus vandaar deze vriend er weer bij. Zo, nou, tijd om Isolotte uit school op te halen. Dus ja, ik ben benieuwd hoe het met haar gaat. Let's go! Nou, we zijn er. We gaan nu weer lekker ophalen. Ik heb een rekening voor school. Ik ben hier dan even.
kwartier of zo. Corona. Lijkt het goed op golf? Want ik heb er weer een super. Ik vind het echt lekker zien. Ik ga jou tekenen. Ik vind het zo mooi. Het is simpel. Ja, maar het is zo leuk. Het is voor school. Goedemorgen allemaal. Dat was een lekkere workout om de dag mee te beginnen. Nu koffie zetten en even goed drinken. En dan gaan we weer aan het werk. Eten? Nee. Gewoon uitsmijten, een beetje sla en zo. Wil je er uitsmijten op kaasstek? Zal ik maar kaasstekken? Nee, ik wil dat even een tijdje helemaal niet eten. Hè? Ik wil dat een tijdje helemaal niet eten, want er zit allemaal tarwemeel in. Wat wil je eten? Die crackers en die... Zelfgemaakte kaaskrekker. Oh, zelfgemaakte kaaskrekker. Die zelfgemaakte kaaskrekker, daar heb ik echt van op. Ik las gesmolten kaas en krokante kaas. Ja, dat is goed. Dat vind ik wel fijn. Maar wil je dan omeletje of wil je wel eens uitsmijtsvariant? Wat is het verschil? Nou, omeletje is natuurlijk eieren door elkaar heen geroerd. Nee. Spiegelei. Yes. Nu al honger. Mag ik? Ik heb vanochtend, zoals jullie hebben kunnen zien, alweer flink gesport. En nu heb ik honger. Ik heb er ook wel de hele op te rammelen. Hij zit ook al heel goed te knorren, maar... Hij zit ook al heel de op te rammelen en te knorren. Ze zeggen dat als je gesport hebt... Nou, sport ik. Ja. Okay, ja, sport ik. Ja, natuurlijk sport. Is het echt een... enorme workout, weet ik niet. Ik heb het ook, weet je, zoals vroeger moest ik squatten. Ja, nou, ook weer een heel ingewikkeld verhaal. Vanochtend was ik best wel, ik had echt wel verzuring in mijn benen en zo, van het squatten wat ik deed. En ze zeggen natuurlijk dat je als je gesport hebt, dat je eigenlijk daarna goed eiwitten moet eten. Maar ja, ik vind het toch lastig, want dan denk ik, ja, moet ik dat dan ook doen, terwijl ik aan intermittent fasting doe, dus 's ochtends niet eet. Of zou ik dan later moeten sporten, maar daar komt het er niet van, want ik vind het gewoon fijn om dat gelijk aan de ochtend te doen. En dan, ja, in de loop van de dag voel ik me toch wat moeier en heb ik geen zin meer en er zijn 100.000 andere redenen om het niet te doen. Dus als ik het gelijk 's ochtends doe, dan ben ik voor mijn gevoel er al klaar mee, terwijl ik het eigenlijk hartstikke leuk vind met de ringfit sporten. Dus ja, ik weet het niet zo goed. Of ik daar nou goed aan doe, pas veel later, dus echt wel 3 uur later of zo, pas weer eiwitten binnen te krijgen. Maar goed, aan de andere kant, ja, over heel de dag heen krijg ik genoeg eiwitten binnen. Nou, als jullie daar tips en adviezen over hebben, als misschien een voedingsdeskundige of een sportfanatiek iemand in mijn volgers heb, laat het even hieronder weten, dan... hoor graag hoe jullie daarover denken. En nu nog even werken en dan lekker eten zo. Goedenavond ondertussen.
We hebben lekker gegeten. We hadden vanavond bagassiesfilet met broccoli en kerrysausje. Ik heb nieuwe koffie binnengekregen. Ik gebruik Nespresso koffie en die hebben dan regelmatig limited edition of tijdelijke koffies. En nu hadden ze dus een nieuwe en het was smaak crème brûlée. Dus ik dacht, nou, die moet ik toch proeven, want ik ben gek op karamel en dat soort dingen. Maar ja, dat kan ik nu dus niet eten omdat ik koolhydraatarm eet en dat is natuurlijk één bak suiker. Dus Jeroen heeft net een lekker koffietje voor mij gemaakt met de nieuwe crème brûlée koffie. Even proeven. Ja, die is echt super lekker. Je proeft echt de crème brûlée smaak, zo'n moeilijk woord. Zonder dat het dus heel zoet is. Maar je proeft wel zeg maar die ondertonen ervan. Dus echt super lekker. Een aanrader. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. En ik ben een kopje koffie aan het zetten. Nou, nu zijn we eigenlijk net weer een beetje gewend aan het schoolritme. En vandaag heeft Islotte een snotneus. Ik zag het gistermiddag al of gisteravond al een beetje aankomen. En ik dacht, zet dat door. En nou ja, ze heeft dus nu een snotneus. Dus is ze vandaag weer gezellig thuis. Dus ja, het is weer even een flashback naar de afgelopen periode. Dus even mijn zoetjes pakken voor in de koffie. Dus ja, vandaag is ze weer gezellig thuis. Dus het is weer even multitasken tussen werk en kind entertainen. En nou ja, ik ga jullie vandaag weer meenemen. Nou, deze jongens mogen ook wel weer zo'n beetje water hebben. Dat ga ik even doen. De tip, niet gieteren, maar ze zelf op laten zuigen. Dus ik haal de plant uit de pot. Vul ik de potten met water. En dan de plant weer in. Er is iets binnengekomen van... Wat? Krompella! Laat zien dan. We hebben een Enzo frisbee gekregen. Die is echt, echt, echt vastgehouden van hem. En ik zal laten zien hoe goed hij is. Nou. Waar is die nou? Ik ga daar staan. Pak hem maar. Waar is de? Waar is de frisbee nou? Doei. Ja, gooi maar. Als je de alarm belt, dan komt Sam heel snel aan. Als je de filmbel aanhaalt, dan komt Enzo heel snel aan. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Weer een nieuwe dag. En ik heb het gevoel dat ik nog niet helemaal wakker ben. Terwijl het 10:30 is en ik toch wel een tijdje wakker ben. Maar nou, misschien komt het omdat ik niet zo goed geslapen heb vannacht. Ik kon gisteravond niet te slaap komen. Maar goed, we gaan er gewoon weer voor vandaag. Ik ga zo een kopje koffie maken. Maar ik dacht eerst, ik laat jullie even het resultaat zien van mijn planten die ik gisteren water heb gegeven. Dus je ziet hoe goed ze er nu weer uitzien. Helemaal blij mee. Maar nu eerst, tijd voor koffie. Zo, goedenavond. Het is weer vrijdagavond. Dus vrijdagavond is boodschappenmaak, week, menu, maak, avond. Ik moet dus een keer een pakkende naam voor verzinnen.
Dus ik heb weer mijn weekmenu voor komende week opgeschreven en een boodschappenlijstje gemaakt. Dus ik dacht, ik ga het weekmenu voor volgende week weer even met jullie delen. Eén dag gaan we shawarma eten. En dat eet ik dan gewoon altijd met sla, met tomaten, komkommer. En dan Jeroen en de kinderen eten daar dan gewoon een pietenbroodje bij en ik laat het achterwege. Eén dag gaan we broccoli met bagagesfilet eten. En de kinderen eten dan vissticks. En dan bak ik daar wat aardappelschuifjes bij. Ik ga één dag nasi maken. En dan voor mij maak ik dat gewoon alleen kipfilet met groenten. En dan voor de anderen met rijst erbij. Zo zie je dat je dus eigenlijk heel makkelijk voor mezelf dan koolhydraatarm kan eten. En voor het gezin dan wel gewoon koolhydraten erbij kan doen. Dus nasi. Dan ga ik koolhydraatarme kaastaco's maken. Dus dan maak ik van kaas maak ik kaastaco's. Dus eigenlijk gewoon kaas smelt in de pan en daar een soort cracker van maken. En dan vul ik die gewoon met gehakt en groenten. Spaghetti, nou, ik noem het spaghetti, maar dan maak ik dus gewoon gehakt met groenten. En voor de kinderen met spaghetti erbij. Eén dag kippenboutjes ga ik eten met sla. En één dag gaan we pizza eten. En pizza is dan gewoon voor Jeroen en de kinderen gewoon een pizza. Ik maak dan weer het knoflookbroodje als bodem. En die beleg ik dan als pizza. Dus dat is dan super lekker. Dus dat is weer het menu voor deze week. En dan ga ik hierbij ook gelijk de vlog afsluiten en mijn vlog editen. En dan komt die zondagochtend weer online. Nou goed, dat hebben jullie nu gezien. Dus alvast bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. En hieronder kun je abonneren op mijn kanaal. Dat zou ik super tof vinden als je dat zou doen. En dan tot in de volgende video. Doei doei!